Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het MMC TV Info. Bij deze aflevering zullen wij de neurochirurg Dr. Rishi Nando Tiwari interviewen, die in het MMC is voor een speciaal project. Wilt u meer weten? Kijkt u mee. Dr. Nando Tiwari, welkom bij ons MMC TV Info. Alvorens wij van start gaan, willen wij graag meer weten over u. Wie is Rishi Nando Tiwari eigenlijk? Ja, ik ben neurochirurg. Ik werk in Den Haag. Ik ben tot mijn zesde jaar in Suriname geweest, dus ik heb Surinaamse roots. Maar nadien heb ik de opleidingen allemaal in Nederland gedaan. En ik ben nu een jaar of 10 werkzaam als neurochirurg. En ik werk in het Haaglanden Medisch Centrum in Den Haag. En kunt u ons meer vertellen over uw loopbaan als neurochirurg? Ja, dat is altijd een lange weg. De geneeskundeopleiding duurt 6 jaar. En dan nog de specialisatie 6 jaar. En ik heb 3 jaar in Amerika gezeten om onderzoek te doen voor mijn promotiewerkzaamheden. Dus inmiddels een kleine 15 jaar studie. Verder ben je dan neurochirurg. Mijn expertise is in de hersentumoren. Want binnen elk vakgebied is er een verdere specialisatie. En ik ben verder gespecialiseerd op hersentumoren. Dus eigenlijk op dagelijkse basis als ik opereer ik mensen met hersentumoren. En u bent momenteel in het MMC voor een speciaal project. Kunt u ons meer vertellen hierover? Ja, er is hier een patiënt waar contact over gemaakt is met een grote hersentumor. En de vraag is vanuit Suriname of dat mogelijk is om zo'n patiënt ook hier in Suriname te opereren in plaats van hem eventueel naar het buitenland te sturen voor een operatie. En hoe bent u in kennis gesteld over de noodzaak van deze patiënt in Suriname? De Surinaamse ambassade in Nederland, daar zijn we via een artsennetwerk mee in contact geweest. En die kwam met deze casus. En ik was natuurlijk vanwege mijn Surinaamse roots enthousiast om iets in Suriname te kunnen doen. Maar de vraag is altijd, is het verstandig en is het haalbaar? Dus we hebben toen met elkaar afgesproken om naar Suriname te komen. En om te kijken wat er allemaal in het ziekenhuis hier beschikbaar is. En wat er nog nodig zou moeten zijn, wat ik eventueel zou meenemen. En ook met de patiënt een uitgebreid gesprek hebben. Want het is natuurlijk wel een operatie die voor Surinaamse begrippen hier in ieder geval in Nikeri een grote operatie is. En was de patiënt van begin af bereidwillig of heeft u hem eerst moeten motiveren? De patiënt was uiterst gemotiveerd. Hij zat er helemaal doorheen. De afwijking die had hij al jaren, 5, 6 jaar. En dat was een heel erge ballast op zowel zijn privéleven, maar ook fysiek. En toen hij hoorde dat er een eventuele mogelijkheid bestond, was hij uiterst gemotiveerd. Ik hoefde hem zeker niet verder te motiveren. We hebben uitgebreid gesprek gehad en hij wilde heel graag de operatie. Dokter, wat is de aanloop geweest van deze operatie en welke voorbereidingen heb je zoal getroffen? Ja, er zijn veel uitgebreide voorbereidingen geweest. Ik ben in maart dus hier geweest en heb de patiënt gezien en gesproken. Ik heb toen ook een uitgebreid rondje gemaakt hier in het ziekenhuis, waarbij we de OK hebben gezien, de medium care unit, de sterilisatie, de technische dienst. We hebben de anesthesioloog gesproken, maar we hebben ook de collega-chirurgen gesproken om een indruk te krijgen van hoe we het met elkaar samen kunnen organiseren. Want als ik hier naartoe zou komen voor een operatie, dan is dat voor een beperkte periode. En het herstel van zo'n patiënt in de nazorg vergt natuurlijk ook een wat langere periode. Dus we hebben hier in maart uitgebreide gesprekken gehad. Ik heb toen gezegd van, ik heb nog een MRI nodig. De patiënt is naar de stad gegaan voor de MRI. En nadien heb ik een medisch verslag gemaakt die ik heb overlegd met de directie hier in het MMC. En met elkaar hebben we toen besloten dat we toch de operatie hier zouden laten plaatsvinden. In Nederland heb ik toen alles wat we nodig hebben voor zo'n operatie verzameld. En ik heb gezegd, ik neem alles mee naar Suriname, zodat we geen verrassing hebben. Ook al zijn er genoeg dingen hier al aanwezig in Suriname, maar ik wil het zekere voor het onzekere nemen. Dus we hebben 3 dozen met spullen meegenomen, apparatuur meegenomen om hier de operatie goed te kunnen doen. 1 dag voor de operatie zijn we hier in het ziekenhuis, hebben een meeting gehad met wederom iedereen die betrokken is bij deze operatie. Er zijn nog vragen heen en weer gesteld. En we hebben een test gedraaid op de OK om te kijken of alle apparatuur ook werkt met de 220 aansluitingen, met de perslucht. Toen is er groen licht geweest voor de operatie. Dus tot op het laatste moment was het wel spannend of alle voorbereidingen goed genoeg waren.
En gelukkig is dat allemaal goed in orde gekomen. En hoe heeft u de risico's rond deze operatie ingeschat? Risico's zijn er natuurlijk altijd bij operaties, bij elke operatie. Algemene risico's zoals een wondinfectie of een nabloeding, die zijn er altijd bij een operatie. Maar je hebt laagcomplexe operaties waarbij risico's laag zijn en je hebt hoogcomplexe operaties waarbij er natuurlijk wel degelijk risico's zijn. De operatie die we hier hebben gedaan is een hoogcomplexe operatie. En daar zijn wel degelijk risico's aan. Die zijn uitgebreid besproken met de patiënt. Ik heb hem verteld dat hij ook neurologische uitval zou kunnen hebben, zoals halfzijdig verlamd raken na zo'n operatie. En ik heb hem ook zelfs gezegd dat hij bij ernstige complicaties bij deze operatie zou kunnen overlijden. Dus die risico's zijn wel degelijk aanwezig geweest. En hij is zich daar terdege van bewust. Ik heb het ook in het bijzijn van de familie met hem besproken, zodat hij een weloverwogen beslissing zou kunnen nemen. En hoe is de operatie uiteindelijk verlopen? Ja, dat is natuurlijk voor iedereen spannend, niet alleen voor het MMC, ook voor ons was het spannend om de operatie te doen. Ik had een operatieassistent ook meegenomen uit Nederland die ervaring heeft met dit soort operaties als ondersteuner. Daar was ik wel heel blij mee, want die kon ook op bepaalde momenten toch beter inschatten wat ik eigenlijk nodig had. Maar al met al waren de voorbereidingen zo goed dat iedereen toch snel in zijn rol kon komen. En dat we met elkaar die operatie hebben kunnen doen. Dus ik denk door goede voorbereidingen dat wel heel belangrijk is om een operatie goed te laten slagen. Ik ben tevreden over hoe de operatie is verlopen. En ik snap ook wel dat als je zoiets voor het eerst doet, dat er altijd wat zaken zijn die je nog zou moeten verbeteren. Dus we hebben wat leermomenten er ook uitgehaald. En als er een vervolg aangegeven wordt, kunnen we daar iets mee. Maar voor zover we het tot nu toe hebben gedaan, ben ik tevreden over zoals de operatie is verlopen. En hoe maakt de patiënt het momenteel? De patiënt is langzaam aan het herstellen. Met zo'n grote operatie is het niet zo dat hij de volgende dag opstaat en naar huis gaat. Dus hij is op de medium care opgenomen en hij is daar langzaam aan het herstellen. Het gaat wel allemaal de goede kant uit. Maar ik heb ook aan de familie gezegd dat het een operatie is waar een lange adem voor nodig is. Dus hij zal een aantal weken nodig hebben om goed te herstellen. Maar voorlopig lijkt dat allemaal de goede kant uit te gaan. We hebben wel besproken dat bij grote operaties er ook altijd in de dagen na een operatie een risico is dat er complicaties optreden als een infectie van wond of een longontsteking of een blaasontsteking. Nou ja, dat zijn allemaal dingen waar we goed naar kijken, maar dat is de nazorg en daar zijn we heel nauw bij betrokken. Dokter, u bent reeds enkele dagen in het MMC. U heeft rondgelopen en rondgekeken. Wat vindt u van ons ziekenhuis met betrekking tot de potentie? Het is een ziekenhuis waar heel belangrijk iedereen bereidwillig is en de neus dezelfde kant uit heeft staan. Iedereen wil vooruit gaan, iedereen wil ontwikkelen. Of je dat nou op OK ziet of bij de artsen, iedereen heeft de drive om vooruit te gaan. Dus ik ben zeer positief verrast door de mensen met wie we hebben samengewerkt, maar ook door de ondersteuning en door de directie, want die hebben allemaal een perfecte organisatie op touw gezet met vanaf de vlucht tot aan het transport en het verblijf en tot aan de operatie toe, is eigenlijk alles goed verlopen. Dus ik denk dat er een heel mooi ziekenhuis hier in Ikeri staat. En ik denk dat er zeker stappen zijn die we kunnen maken om dat verder te verbeteren. En voor zover mogelijk wil ik graag een steentje bijdragen. Ter afsluiting, dokter. Heeft u nog een boodschapje voor onze kijkers? Ik denk dat jullie trots mogen zijn op wat er hier in Ikeri is opgezet in de afgelopen jaren. Ik heb het ziekenhuis al eens eerder bezocht een paar jaar geleden en ik zie grote stappen vooruit. En ik denk dat iedereen trots erop mag zijn dat er mensen zijn die zo hard werken om te zorgen dat de zorg ook hier in Ikeri geleverd kan worden. En ik nogmaals, zoals ik net al zei, ik zou graag een steentje bijdragen om dit verder te helpen ontwikkelen. Beste kijkers, tot zover deze aflevering met de complimenten van het Mongra Medisch Centrum. Wij zijn er wederom de volgende maand met een gloednieuwe aflevering voor u. Mijn naam is Melissa Bississer en ik groet u.